Luisteraars, zo bevinden wij ons dan vanmiddag weer in de kantine van de bekende koekfabriek in Zaandam. Wij mogen hier geen namen noemen, maar nooit namen noemen natuurlijk. Hè. Zo zijn we dan in de kantine van de bekende gloeilampenfabriek in Eindhoven. En wij maar denken, wat kan dat nou wezen, jongens? Natuurlijk vanmiddag, ik heb nou vanmiddag niet naar de radio geluisterd, maar vanmiddag, oh, mijn kop eraf. Nou ja, mijn kop eraf, nee, dat toch maar niet. Maar natuurlijk hebben ze vanmiddag ergens weer iets uitgezonden van luisteraars. Zo zijn we dan hier vanmiddag, de gast in de kantine van het gemeentehuis in Amsterdam, waar de scheidende burgemeester afscheid neemt van zijn gemeente. Burgemeester Dailly is zojuist bezig met zijn biezen te pakken. Hij heeft zojuist zijn laatste biets gepakt. Nederlands populairste troubadour, zou ik wel mogen zeggen. Zingt hem toe met een smartlied dat getiteld is Adi Dayi Adi. Adi Dayi Adi. Jij gaat ons verlaten, ik weet dat het moet. Ook kaasjager liet ons alleen. Maar jullie vertrek maakt grote mogen kapot. Het wordt hier zo stil om ons heen. Gij hebt in persoon bij de remiseren staan om uw staken de stad te overrijden. Maar nou hij zelf de remiseren zult gaan, breek onze mogen zijn hart haast in tweeën. Adidandai, gij hebt ons zo heel gebracht. Uw werk was in brok harmonie. En daarom zingt de mokum in de oudejaarsnacht met een traan. Nou, Adidandai. Met gevoel en een traan in de stem. Jij hebt in persoon bij de remiseren staan om jouw staken de stad overrijden. Maar nou jezelf de remiseren zal gaan, dan breekt het bokumzaar tweeën. Ladidandai, je hebt ons zo heel gebracht. Jouw werken was in brok harmonie. En daarom zingt Woken in de hoogte.